Ik zeg, hoe is jouw naam? Ik heb het niet verstaan. Ik vraag, hoe is jouw naam? Goedemiddag, luisteraars en Roger. Zijn er technische problemen, Roger, of kunnen wij radio maken? Nee. Voor de micro's is alles in orde, blijkbaar. Voorlopig toch. Maar blijkbaar is er maar één kanaal op de cd-speler. Goed. Dag, luisteraars. Dag, Stijn. Dag, Roger. Wij zijn hier weer met Queer Delight, jullie tweewekelijks radioprogramma over all things queer, LGBTQI en beyond. Stijn, waar gaan we het vandaag over hebben? Vandaag nemen we gewoon het hele brede thema diversiteit als uitgangspunt. En het zal dus over een heel aantal diverse dingen gaan. Goed, en ons eerste nummertje, dat ligt alvast in de lijn daarvan? Totaal. Dat is Shake It Up van Divine. Oké, dat was Divine met Shake It Up. Divine, heldin van... De John Waters films, zoals iedereen weet, en die het even heeft opgeshaked voor ons. Nog nooit van gehoord, maar ik vond het heel leuk. Nu, we hebben wel natuurlijk een aantal thema's waar we het toch wel over willen hebben, diverse thema's sowieso. Maar allereerst de Wereld Aidsdag, die gebaseerd is op 1 december. En ik weet, Marcia, dat jij die dag in de weer bent geweest in het station, onder meer. Nee, echt, dat was wel de bedoeling, maar ik moest voor mijn werk om 10 uur ergens zijn. En dat is eigenlijk al vroeg, vind ik. En de stationsactie die begon in Antwerpen om 7 uur. En dat bleek toch net iets te vroeg voor mij. Okay. Maar ik heb wel, en daar kunnen we straks eventjes naar luisteren, later die dag enkele voorbijgangers die een rood lintje droegen bevraagd over hun rode lintje. En sowieso, ik steun het uiteraard wel heel erg. En het Roze Huis, waar ik bestuurder ben... Had dus onder andere deelgenomen aan die stationsactie waarbij dat ze mensen rode lintjes uitdelen en op die manier sensibiliseren. Oké. Okay. En Mr. Gay Belgium was in Antwerpen lintjes aan het uitdelen, dus ja, wat zou ik er nog aan kunnen toevoegen als Mr. Gay Belgium en Mr. Gay Europe dat al aan het doen is, hè? Ja, inderdaad. Mrs. Roze Huis, ja, dat klinkt ook wel, maar misschien... Moet je eens even over nadenken. Ja. Heb jij iets bijzonders gedaan op Wereld Aidsdag? Ik moet eerlijk toegeven dat ik niet zo heel veel bijzonders heb gedaan, behalve te werken gewoon. En een beetje bij te staan met mijn collega's in China, die daarmee allerhande projecten bezig waren. Ik heb een collega die HIV-positief is, en die daar een actie heeft gedaan in een van de drukste winkelwijken, in een glazen huis. Het was een beetje op Chinese lijst. Er was een celebrity die daar 8 uur samen met een HIV-positieve persoon ging wonen. Omdat het in China gewoon nog een zeer wijdverspreide conceptie is dat je aids zou kunnen krijgen van gewoon samen te leven met iemand of samen te eten en dergelijke meer. Dus die actie was eigenlijk daarop gestoeld. Mm-hmm. En die collega, ja, dat is heel interessant. Dat is altijd rond HIV, Wereld Aidsdag, dat die plots wereldberoemd is in China. En dan daalt die beroemdheid weer na een paar dagen. Dus dat is natuurlijk het... Ja, Wereld Aidsdag is heel goed om de aandacht te vestigen. Het moeilijke is natuurlijk om die aandacht gevestigd te houden tijdens de andere dagen van het jaar. En ik kan me ook wel inbeelden dat er op dat vlak, net zoals bij homoseksualiteit, wel wat schijntolerantie is. En als je aan mensen zou vragen van, heb je problemen met mensen die seropositief zijn, dat allemaal wel zal meevallen. Maar vanaf het moment dat je het ook daar concreter maakt... Omdat je net zelf het voorbeeld ook aangeeft van samenwonen met iemand die seropositief is... Ik denk vanaf het moment dat je het concreter maakt in je vriendenkring en zou je samen eten, drinken, wonen, werken met iemand, de kinderen erbij in de buurt laten, dat er toch nog wel heel andere dingen naar boven komen. En niet altijd vanuit slechte bedoelingen uiteraard. Dat ligt ook wel vaak vanuit een onwetendheid. En ja, als je er weinig van weet en je kan niet zo goed inschatten wat dat risico is op besmetting, ja, dan begrijp ik ook wel dat voor wat angst en bezorgdheid zorgt. Ja, zeker. Allee, een van de moeilijkst weggeslagen mythes in China is dat je aids zou kunnen krijgen van muggenbeten.
allee, dat een mug, die dat iemand die dat seropositief is, heeft gebeten, daarna u bijt, dat je HIV zou kunnen krijgen. En dat is eigenlijk alles, allee, dat wordt altijd vermeld in de brochures, omdat dat een blijvende mythe is, dat je via muggen HIV zou kunnen krijgen. Wat dat wel vrij regio-specifiek is, vermoed ik. Ik denk niet in België. Jawel, dat was in de tijd, gingen die geruchten hier ook de ronde. Ja? Ja. Oké. Okay. Maar dan wel in de jaren 80, ja, op het hoogtepunt van de AIDS-crisis hier. Ja. Ja, dus. We hebben ook wat muziek bij die verband houdt met HIV en AIDS. En ook dat is eigenlijk heel erg eclectisch. Zullen we beginnen met een nummertje van Lou Reed? Zelf wel heel leuk, vind ik. Halloween Parade. Perfect. Dat was Janet Jackson met Together Again. Blijkbaar een nummer dat zij geschreven heeft voor een vriend die overleden is aan AIDS. En in het algemeen eigenlijk als een steun in de rug van mensen die seropositief zijn. Janet Jackson. Stijn, zoals ik daarnet al zei, ik heb misschien wel niet 's morgens vroeg om 7 uur mijn roze plicht gedaan, maar ik heb wel later op de avond met mijn dictafoontje een paar voorbijgangers aangeklampt en hen gevraagd, mensen met een rood lintje, wie zijn ze, wat beweegt ze, waarom dragen ze dat? Zullen we er nu eventjes naar luisteren dan? Ik ben benieuwd. Ah, wacht, meneer, ik heb u echt even... Toevallige voorbijganger, mag ik jou even een vraagje stellen? Ik zie dat je een rood lintje draagt. Tuurlijk, het is vandaag Wereld AIDS-dag. En waar heb je dat lintje ergens vandaan gehaald? Ik heb dat van een collega gekregen op mijn werk. En die had dat gekregen in het station. Ah, oké. En jij werkt in Brussel? Wat bedoel je eigenlijk? Nee, omdat we zijn in Brussel. Ja, ik werk vaak in Brussel. Ja, ja. Ah ja, oké. En op jouw werk, dat is iets dat heel erg leeft, Wereld AIDS-dag, of niet? Nee, maar er zijn wel een paar... Er zijn altijd mensen die daar meer mee bezig zijn dan anderen. En een van de collega's had een hele stapel lintjes meegebracht en aan iedere collega eentje gegeven. Ja. En je vindt dat zelf wel belangrijk om zo'n lintje te dragen, om solidariteit te tonen of zo? Kent je zelf veel mensen die seropositief zijn? Een paar jaar geleden was dat eigenlijk in mijn omgeving veel minder openlijk dat mensen seropositief waren. Maar op dit moment ken ik toch een hele reeks mensen die daar wel voor uit durven kunnen komen. En ik vind het belangrijk om die solidariteit te tonen. Nou, okay. En wat denk je dat vooral nog moeilijk is voor mensen die dat... Zeggen dat ze seropositief zijn, welke problemen ervaren die nog, denk je? Wel, er zijn twee dingen. Enerzijds, er hangen allerlei stereotypen aan vast, hè, die niet leuk zijn voor de mensen die seropositief zijn. Mensen zullen denken toch voor een stukje van, het is je eigen schuld dat je dat hebt opgelopen. Of je zult daar wel problemen mee hebben, je moet pillen slikken, dus je bent niet gezond. Dus dat zijn vooroordelen die daar rond hangen en die soms een stukje waar zijn, maar ook een groot stuk niet waar zijn. En anderzijds, ja, het is een beetje zoals een coming-out voor iemand die holobi is. Je kan zelf beslissen om daar al dan niet voor uit te komen. Maar er vooruit komen is altijd een stressmoment. Je weet nooit hoe de ander daarop zal reageren. En dus voor mensen die seropositief zijn, is het fijn dat er mensen zijn die een rood lintje dragen om te zeggen van, ik wil mij niet baseren op stereotypen. En ja, voor mij maakt het niet uit of iemand seropositief is of niet. Vond je dat de eerste keer dat je iemand ontmoette die dat openlijk tegen u zei van ik ben seropositief, vond je dat de eerste keer zelf moeilijk of zo? Goh, dat is ondertussen wel al heel wat jaren geleden. Nee, ik vraag het gewoon omdat de eerste keer dat iemand dat tegen mij zei, dat weet ik nog heel goed, dat was op de Meir. En die gaf mij een hand. En terwijl hij mij een hand gaf, dan zei hij ik ben seropositief. En ik had daar toch heel even een ambetant gevoel bij. Ik kan mij niet herinneren dat ik er een ambetant gevoel bij had. Ik was misschien wel een beetje gechoqueerd, omdat dat een jong iemand was. Ja. Iemand die toen een 20er was. En ik dat niet had verwacht. Maar het was niet dat ik daar angst van had of door gechoqueerd was in dat opzicht van, oei, wat is dat nu? Het was denk ik trouwens op een avond over Veiligvrije, die georganiseerd werd door Sensoa, of de voorloper van Sensoa. Dus zo bijzonder was het natuurlijk ook niet dat op die avond net iemand dat zei. Dus... Niet echt? Nee. Oké, heel erg bedankt. Andere voorbijgangers? Zou ik u kort een paar vraagjes mogen stellen, toevallige voorbijgangers? Oh ja, oké, okay. Zo.
Ik zag er net toen je je jas nog uit had, ja, dat je een rood lintje draagt. Wereld AIDS-dag vandaag. Hè? En waar heb je dat lintje vandaan? Had je dat thuis liggen en heb je dat vanmorgen opgespeld? Of heb je ergens gekregen? Ik heb dat gekregen op de bureau. Oké. Ik had er net nog een toevallige voorbijganger en die had dat ook gekregen op zijn werk. Dat is iets dat heel erg leeft bij jullie op het werk? Ja, zeker. En ken je zelf veel mensen die seropositief zijn of AIDS hebben? Wel, toevallig kan ik wel een 1, 2, 3, 4, 5, een zestal mensen, denk ik, ja. En dat is nog altijd heel erg moeilijk voor hen om ervoor uit te komen, of...? Wel, voor twee van hen niet, die werken toevallig bij Sensoa. Dus dat is een organisatie die daar natuurlijk sterk mee bezig is. Maar de anderen denk ik niet dat iemand dat weet, nee. De vriendengroep soms, de meest nabije vrienden. Het is toch nog altijd niet gemakkelijk, nee. Is het belangrijk eigenlijk, denk je, dat mensen dat zeggen, behalve tegen naaste vrienden, maar ook op het werk of zo? Want er zijn natuurlijk, ja, je zou kunnen zeggen, dat behoort tot u, dat is heel erg privé. En je gaat misschien over andere medische zaken ook niet echt op het werk iets vertellen. Het is heel dubbel, hè, man. Natuurlijk is het belangrijk dat er rolmodellen zijn. En in een ideale wereld zou daar open over moeten kunnen gepraat worden. Maar de realiteit is natuurlijk dat het niet zo is, hè. Dus het vraagt toch een... Een bijzonder grote dosis moed om dat te doen. Ja. Even nog een paar toevallige voorbijgangers. Ja, vertel maar verder. Ja, voilà. Dus dat een grote dosis moed nog altijd vraagt. Hè. Dus zo evident vind ik dat niet. Dus, ja. En het stigma, dat is omdat het met seks te maken heeft. En omdat het dan zogezegd je eigen schuld is, dat je niet veilig gevreden hebt. Ja, dat enerzijds. En anderzijds denk ik dat er heel veel misvattingen nog zijn over besmettelijkheid en zo. Hè. Ik denk dat het echt wel nog altijd voorkomt dat mensen geen hand durven geven. Of, ja. Toch wel, ja. Want nu, recent was er ook in het nieuws een stukje over bloeddonatie bij homo-mannen. Waar dat die regels nu minder streng zouden zijn. En dan merk ik wel in mijn omgeving dat bij een aantal homo-mannen... Dat toch enorm gevoelig ligt. Dat die beperkingen er nog altijd zijn. Ja, ja. Omwille van het hogere voorkomen van HIV bij die groep. Ja. En ik begrijp wel dat zoiets heel erg moeilijk kan liggen. Maar anderzijds, ja, die besmettingen die zijn nu helemaal wel hoger natuurlijk. Ja, dat denk ik ook. Natuurlijk, het risico is hoger. Maar waarom ligt dat zo gevoelig, ja? Omdat een stuk ja, als identiteitsgegeven wordt gezien, denk ik. Ja. Ja. Maar je vindt... Te veel op jezelf betrekken. Hè, van, dus ik ben ook een van die potentieel besmette mensen of zo. Salut. Maar dat die regels strenger zijn, dat vind je zelf wel terecht of begrijpelijk? Het moet redelijk zijn en het moet hetzelfde zijn voor alle soorten besmettelijke ziektes. Hè. Ja. Als die prevalentie bij andere groepen ook zo hoog is, dat men op dezelfde manier gaat handelen. Hè. Dat niet discriminerend is. Ja. Dat is het belangrijkste. Maar het is wel zo. Dus dat moet je ook niet ontkennen. Oké, heel erg bedankt. Voilà. Nou Stijn, ik vind dat die toevallige voorbijgangers van vandaag de dag redelijk goed geïnformeerd zijn. Enerzijds, anderzijds, identiteitskenmerken. Wat vind je ervan? Ik ben verbaasd naar de... Ja, algemene wetenschap en kennis van die toevallige voorbijgangers. En de Vox Populi heeft gesproken, hè? Heel begrijpelijk dat de mannen die seks hebben met mannen toch nog aan strengere regels worden onderworpen in zaken bloeddonatie. Dus het spijt me. Ja, inderdaad. Dat was een van de discussies van de voorbije weken. Nu, vanuit dat oogpunt, ja, ik kan er helemaal in komen. Maar ik kan ook helemaal inkomen in... de gevoeligheid die dat daarbij ligt binnen de homo's en waarschijnlijk vooral de homo-mannenbeweging. Absoluut. En we weten ook dat homo's heel gevoelige mensen zijn. Voilà, inderdaad. En er is niks mis mee. Ik heb nog twee nummertjes bij. Ik heb nog meer nummertjes bij, maar nog twee over HIV-AIDS. En nog eentje van een dame, Annie Di Franco, die ik ook heel erg goed vind. Dus ja. Ik was heel blij dat Google zei AIDS-related songs Annie Di Franco. Ja. Want zo gaat het hier soms aan toe bij Queer Delight. We
ik google gewoon... Jij doet dat anders, hè? Je hebt gewoon hele goede muzikale smaak. Nee, ik kom terecht op dezelfde websites eigenlijk. Ja. Maar bij Annie DiFranco, moet ik wel zeggen, was ik heel positief verbaasd. Ik heb onlangs nog een connectie gehad, niet met Annie DiFranco direct, maar met de fanclub. Zoals je weet, om de 2 maanden wordt er een Queer Delights dinner georganiseerd voor hungry queers en queer loving people. En daar hebben we nu 3 december was de 2e editie. Dat was net na Wereld AIDS-dag. En we hebben een film getoond van Carlota Pereda, een Spaanse regisseuse. En die had een aantal vrienden van Nederland die daar ook graag wouden komen. En die waren er dan. En toen stelde ik vast dat zij elkaar kenden via de fansite van Annie DiFranco. Zij waren hardcore fans. Ze hebben blijkbaar ook meegereisd met Annie DiFranco. Goh, ik denk eind jaren 90 of begin jaren 90 zelfs. Dus ik realiseerde me plots dat hij wel een icoon is geweest op een bepaalde tijd en voor een bepaalde generatie. Ja, absoluut, absoluut. Dit nummer heet On Every Corner en het heeft te maken met... de AIDS-epidemie... Oeh, en ik zie Roger zoeken on every corner. Waar zit dat hier in mijn playlist? Maar ik lul de tijd nog wel even vol dat je het gevonden hebt, Roger. On every corner heeft te maken met de... niet enkel met de AIDS-epidemie, maar ook met dakloosheid en andere problematieken. En dus eigenlijk specifiek de situatie van mensen die seropositief zijn of op die moment waren in Amerika... en die ook nog wel andere problemen hadden en aan de onderkant van de maatschappij leefden. On Every Corner van Annie DiFranco.